Zo mensen, van harte welkom bij een korte uitleg over de trappen van vergelijking. Je vindt deze uitleg ook in je tekstboek op bladzijde 96 en 97. Het gaat om grammatiek A en daar staat ook het een en ander uitgelegd over de trappen van vergelijking. Gaan we eens even kijken. Allereerst gaan we even kijken naar de regel. Er is een regel over hoe je de vergrotende en overtreffende trap maakt in het Duits en dat lijkt best wel op het Nederlands. Neem eens even heel simpel het bijvoeglijk naamwoord klein, klein. Dat is in het Duits kleiner, kleiner is kleiner. En dan krijgen we het, en dan wordt het iets ingewikkelder, want dan is het niet het kleinst, maar am kleinsten. Dat is eigenlijk de regel. Je krijgt bij de vergrotende trap er erachter, net als in het Nederlands. En bij de overtreffende trap, dus het kleinst, dan wordt het am in plaats van het en kleinsten. Dus er komt nog en achter, in vergelijking met het Nederlands. Zo, dan gaan we even kijken naar vormen die ook daar wel op lijken, maar die net anders gaan. Bijvoorbeeld nooi. Bij nooi krijgen we inderdaad, net als in het Nederlands, neuer. Nieuwer is dat. En het nieuws is dan am neuesten. Daar krijgen we een extra e ertussen die we hier niet hadden bij kleinsten. Ook bij weit hebben we dat. Weit, weiter, am weitesten. En bij hübsch hebben we het ook. Hübsch, dat betekent knap. Hübsch, hübscher, am hübschesten. Hier krijgen we dus allemaal een extra e'tje. Wanneer krijg je nou dat extra eetje? Nou, let eens even op waar dat bijvoorbeeld naamwoord op eindigt. Dit eindigt op een U, dat is een klinker. De U, de I, de E, de A en de O, dat zijn de vijf klinkers. Dit eindigt op een T. En dit eindigt op sh. En nou is dus de regel die we onthouden, dat als zo'n bijvoeglijk naamwoord eindigt op een klinker, op een D of een T, of op een cis-klank, dan krijgen we die extra e. Staat hier nog een keer apart. Dus, als het eindigt op een klinker, nooi, is een voorbeeld natuurlijk. Als het eindigt op een d of een t, weit. Of als het eindigt op een cis-klank, op een s, een sz, een sch, of op een z. We nemen dan een voorbeeld heiß, dat betekent heet, maar betekent ik heet is ich heiße, maar heet, heiß is ook heet van bijvoorbeeld het water is erg heet. Dan is het heiß, heißer, am heißesten. Daar krijgen we dus die extra e. Dan hebben we een aantal vormen die zijn echt onregelmatig. En wat er dan onregelmatig aan is, is vooral dat je te maken krijgt met een umlaut op de vergrotende en de overtreffende trap. We moeten daarvan kennen maar drie stuks, dat zijn lang, groot en hoog. Nou, het is precies als bij klein. Je krijgt lang en dan er en dan am stun. Maar let op, hier krijg je de umlaut en hier lang, länger, am längsten. Groß, größer, am größten. Gek genoeg krijg je hier dan weer niet de E. Dat is ook onregelmatig. Want je verwacht hier natuurlijk die extra E. Maar die krijg je niet bij groß. Dat is een onregelmatige vorm. De derde onregelmatige vorm die we moeten kennen is hoog. Hoog. Höher. Am höchsten. Hier is nog iets bijzonders aan de hand. Want hier is de C opeens verdwenen. Ik kan het niet uitleggen. Het is onregelmatig. Het is gewoon iets wat je even moet leren. Staat in het boek natuurlijk ook keurig, die rijtjes. Hoog, höher, am höchsten. Komen we op de laatste categorie, die heel onregelmatig zijn. Maar die zijn eigenlijk niet zo moeilijk, want die zijn in het Nederlands ook zo. Wij zeggen ook niet graag, gern is dat, grager, het graagst. Nee, wij zeggen ook graag, liever, het liefst. En dan zie je ook dat het op elkaar lijkt, dat Duits en dat Nederlands. Wij zeggen niet goed, goeder, het goedst. Nee, wij zeggen ook goed, beter,
het best, oftewel gut, besser, am besten. Zo ook met veel, meer en het meest, viel, meer en am meisten. Die gaan eigenlijk altijd wel goed, omdat je eigenlijk in het Nederlands hetzelfde doet. Het zijn natuurlijk wel andere woorden. Je moet aan het am denken natuurlijk steeds. Maar verder doe je eigenlijk hetzelfde als in het Nederlands. Ten slotte nog. Aufgepasst. Want. Dan is als. Dat wil zeggen groter dan. Hier staat grote, maar het moet natuurlijk groter zijn. Dat is even een typfoutje. Groter dan is größer als. Dat is iets waar je even op moet letten. Veel mensen zeggen in het Nederlands ook wel groter als, maar dan is het fout, want het is groter dan. Maar in het Duits is het wel goed, want het is größer als, kleiner als, enzovoorts. Ten slotte gaan we even oefenen. En mijn vraag is dus, maak de volgende vier, bij de volgende vier bijvoeglijke naamwoorden, de vergrotende en overtreffende trap. En dan ga ik dat zo meteen ook doen. Ik geef je even 5 seconden om de video stil te zetten. En als je dat doet en je gaat eerst even deze vormen opschrijven, deze 4, dan kun je daarna de video weer aanzetten, weer op play drukken en dan kun je ze gaan nakijken, want dan doe ik ze even voor. Oké, mensen, dan gaan we ze even bekijken. Dat doen we even zo, want dan kan ik ook typen. Billy, goedkoop, is in de vergrotende trap billiger en wordt dan in de overtreffende trap am billigsten. Dus wat ik doe is eigenlijk gewoon het regeltje toepassen. ER erachter en bij de overtreffende trap am billigsten. Rood. Nou, zoals ik het heb geleerd, roter. Maar nu komt het. Am ro tussen. Ik krijg hier het extra eetje waar ik het zojuist over gehad heb. Waarom krijg ik dat? Ja, omdat dit eindigt op een T. Daarom krijg ik die extra E. Blauw, blauwer. Am blauwsten. Ik krijg ook hier de extra E. Waarom? Omdat dit eindigt op een klinker. Net als nooi eindigt dat ook op een U. En daarom krijg ik mijn extra E. Ja, deze moesten we leren, die zagen we net langskomen. Goed, beter, het best. Goed, besser. En tenslotte, am besten. En zo moet hij dan tenslotte worden. Daar zijn ze, de 4 vormen die we net even hebben gedaan en ook even hebben nagekeken. Nou, zo moet het lukken met de trappen van vergelijking. Het is niet zo heel moeilijk, maar je moet het natuurlijk wel even weten. En je moet ook even weten dat je bij het goedkoopst, bijvoorbeeld am en dan stun erachter zet. Want dat is de belangrijkste regel die je natuurlijk moet onthouden. Heel veel succes, viel ervoor.